Ik heb deze, ik ben 8 jaar geleden begonnen op Atlas Copco. En daar ben ik als tijdelijke begonnen als orderpicker. Dat heb ik enkele maanden gedaan, tot ik kans kreeg voor een opleiding packing te krijgen. Daar heb ik dan gebleven gedurende 4 jaar. Dan heb ik de kans gekregen om eerste man te worden op de laadplaats. Die functie heb ik 2 jaar lang uitgeoefend, tot het een kans kwam, een opening voor teamoperator te worden op de pakploeg. En dat is eigenlijk terug back to my roots. En dat sprak me wel aan en dat heb ik dan ook aangenomen met beide handen. Als teamoperator haalt mijn job in om dagelijks 20 à 23 mensen te sturen en te laten roteren in diverse jobs op de pakking. Dan moet ik zien dat alles goed verloopt en die nodig bijsturen. Een goede communicatie naar de orderpicking toe, om te zien dat alles op tijd gepikt wordt, dat wij alles op tijd kunnen verpakken. En dan alles tijdig naar buiten sturen, om zo rap mogelijk alles op tijd te verzenden naar de klant toe. De verhouding werk-privé vind ik optimaal bij Atlas Copco, omdat ik ook in ploegen werk. Zodat ik soms in de voormiddag voor mijn gezin kan zorgen. En soms ook in de namiddag voor mijn gezin kan zorgen, wat ik heel belangrijk vind. Atlas Copco op zich vraagt wel flexibiliteit op de werkvloer, maar ze geven ook flexibiliteit terug als er iets voordoet in de familiale sfeer. Ze er wel voor zorgen dat het altijd opgelost zal geraken. Daarom vind ik Atlas Copco een ideale werkgever.